Ja, we moeten het even hebben over het rekeningrijden, vrienden. Kijk, GroenLinks en de Partij van de Arbeid, dat zijn partijen die zijn er al lang niet meer voor de lagere inkomens. Nee, die zijn er alleen nog voor de afdeling klimaatknuizen, zou ik maar zeggen. Ja, want als jij het moeilijk hebt financieel en je moet heel hard werken en je kan net de eindjes aan elkaar knopen, dan heb je echt geen tijd om een beetje daar op de A12 te gaan zitten. En daar heb je ook geen geld voor. Nee, of aan een vliegtuig te hangen en daar een beetje de klimaatkneuzen uit te hangen. Daar heb je geen tijd voor. Nee, je bent druk bezig met je leven en om te overleven. Ja. En daarom, het is al lang niet meer zo dat die partijen er zijn voor de mensen met de kleine beurs, zou ik maar zeggen. Nee. En dat blijkt nu weer met dat rekeningrijden. Ja, want wat zien we daar nou? Die GroenLinks en die Partij van de Arbeid, die zijn alleen maar bezig met hun klimaatagendaatjes. Met die CO2-uitstoot. En daarom zijn zij, vanwege die CO2-uitstoot, zijn zij een enorme voorstander van het rekeningrijden. Maar nou hebben ze eventjes doorgerekend, hè. Op allerlei bureaus zijn ze eventjes, de rekenmachientjes, die hebben ze erop losgelaten. En wat blijkt nu? Ja, wie zijn de pineut? Inderdaad, de lagere inkomens. Ja. Die kunnen gewoon straks allemaal hun autootje laten staan. Want die kunnen dat niet meer opbrengen. Die kunnen dat hele rekeningrijden dan niet meer betalen. Ja, en zo zie je maar. Maar daar zijn die GroenLinks en die Partij van de Arbeid helemaal niet meer bezig. Dat interesseert hun geen ene zak. Het gaat hem alleen maar om het klimaatje. Ja. En wat er met de lagere inkomens gebeurt. Hey, zoek het lekker uit. Neem lekker de bus. Neem de trein. Ga lekker lopen. En niks. En als jij lekker ver weg woont in de provincie. En je moet behoorlijke afstanden rijden. Dan ben je enorm de pineut. En daarom zeg ik tegen al die mensen die financieel wat minder hebben. Hé, één ding. Laat je niet langer in de maling nemen.